Welkom bij mijn vlog Tineke met de IE. In een vorige vlog heb ik gesproken over hoesten bij eten en drinken. En vandaag ga ik het hebben over verstaanbaarheid bij de ziekte van Parkinson. Ik zal zo dadelijk aan de hand van een tekening uitleggen wat er ongeveer gebeurt bij Parkinson en met name bij de verstaanbaarheid. De houding van iemand met Parkinson is ook een te weinig aan beweging. En door de feedbackloop in de hersenen die gewijzigd is, heeft iemand met de ziekte van Parkinson geen erg in dat ze steeds meer naar voren. Er is een te weinig aan beweging. Maar als je een cue geeft, dus je geeft een handreiking of een tip, dan ineens staan ze rechtop. Wat bij Parkinson ook voorkomt, is dat men hoog spreekt. Iemand met de ziekte van Parkinson die wil eigenlijk een beetje, die gaat eigenlijk heel hoog spreken. Dat klinkt heel erg ijl en heel erg zachtjes. Door de cue te geven, spreek laag, dan word je gelijk een stuk duidelijker. Iemand met de ziekte van Parkinson heeft niet zelf in de gaten hoe de stem klinkt. Dit moet heel intensief geoefend worden. Dat oefenen gaat met cues en gaat stap voor stap. Eigenlijk is logopedie bij de ziekte van Parkinson een 6 stappen of een 6 fase plan. De cue blijft heel vaak noodzakelijk. Kortom, spreken voor iemand die de ziekte van Parkinson heeft, is een hele ingewikkelde opgave. Omdat naast dat je wilt denken wat je wilt zeggen qua inhoud, je ook continu moet letten op de vorm. Het laag spreken is voor de meeste mensen met de ziekte van Parkinson een behoorlijke opgave. Het laag spreken klinkt heel vaak onnatuurlijk. Ze zullen me wel uitlachen. Of zo spreek ik anders nooit. Nee, dat klopt. Want de ziekte van Parkinson is al een aantal jaren aan de gang. En als je dus heel langzaam, steeds eigenlijk een beetje hoger gaat spreken in de loop van de jaren, dan ben je eigenlijk gewend aan je eigen hoge stem. En als dan iemand zegt dat die hoge stem naar beneden moet, dan klinkt dat natuurlijk heel erg raar. En dan klinkt dat alsof je, zeker voor vrouwen, alsof je een mannenstem hebt. De cue voor de omgeving van iemand met Parkinson kan ook zijn door zelf lager te spreken. Dat wil zeggen, het gaat erom dat je eigen stem lager ingezet wordt. Dus de 3 tips, neem je medicijnen in, spreek laag en spreek luid. Vond je dit een interessante vlog of wil je meer van mij zien? Like me dan op Insta, LinkedIn of Twitter. Tot de volgende keer!